Malle. Dag Peter. Hela. Isabel. Nadine, blijf nog een week op mijn pagina staan. Hé, is het goed? Ja, een week blijf het erop staan. Hé? Dag Martin. Dag Mieke. Cynthia! Dag Emma, welkom. Wat staan ook nog? Merci, Wesa. Hoi, Adi. Geen probleem, Nadine. Het is al 7 uur, mensen. Zet ik hier, hé? Heidi, vanavond om schooltjes maar heb een heel massa verschillende methodes, hé? Niet alleen met malletjes, maar ook met dingen die je kassen staan hebt, hé? Gelijkwak, ja? Ah, Caroline, ja, heet de potjes al wat, maar er komen nog heel veel nieuwe tips, hé? Dat je ook kan gebruiken. Ja, ik heb anders of in de malletjes waar. Ik heb nieuwe dingen. Nee, ik kan niet zingen zo laat. Ziet dat jou wegloopt? Hé? Hoi, Antwerpen! Oh, sorry, wij. Blijf het bij nog mensen steen, hé? Nu ben ik nog mensen steen, anders op mijn vier hier. Oei, daar gaan we weer, hè. Hoi, die. En Mirjam. Zit ik terug, nu? Is het beter? Oké. Sorry, wij, sorry. Oké. Gaan we starten, hè? Oké. Goed. Dus vanavond gaan we. Ik ben even aan het lezen. Het is allemaal prima. Ja. Oké. Ja, goed. Go. Ja. Dus vanavond gaan we schooltjes maken. Dus van alle soorten. En malletjes. Maar ik kan ook toe aan alleen bestaande potjes kunnen. Schooltjes maken. En nog andere technieken kan ik doen, hoe dat hier met de onderglazuurtjes heb werd. De mensen die gekeken hebben op madameke, herinneren dat verzekerd wel, dat, dat we toen direct op de rode klei gewerkt hebben. Hey, dus vanavond gaan we dat weer doen. En waarom doe ik dat vanavond? Omdat je toen zo squinne dat aquarel effect hebt. Hey, die doorzichtigheid van je glazuur door je onderlaag eigenlijk, vind ik echt persoonlijk super mooi met bloemen of andere decoraties. Je hebt dus een soort lichtheid in je decoratie. Hoe je dat doet, heb iets die op bespiegelbaan is, kun je dat niet. Omdat je een glazuur hem direct vastgehecht hebt, heb je stuk. Waardoor dat je minder, ga ik zeggen, die transparantie gaat in. Maar dat is mijn mening. Goed, dus kan je eerst doen hoe je in een malletje kunt een schaaltje maken. Voor de mensen die
Verleden week heb ik gekeken in voor het schoutje. Het is eigenlijk op dezelfde methode. Maar we gaan geen bal maken nu. We gaan het schoutje maken voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Ga ik dat nog een keer doen. Oké? Goed. Here we go. Dus, het malletje. Voor de mensen die dat niet hebben. Je kunt op mijn website zien. Gratis. Of dat je een malletje moet maken. Op een heel eenvoudige manier. En hoe je dat niet ziet zitten, kun je ook dan bij de keramiekhandelaar een malletje kopen. Maar ik ga vanavond ook nog doen hoe je zonder malletje ook de schaaltjes maakt. Dus het is zeker niet per se nodig. Oké, goed. Hier gaan we. Ik ga stoppen met zetten. Dus je pakt een stukje klei. En je legt dat in je malletje. Vele mensen gaan erop vragen van, waarom rol je geen, hey Evi, waarom rol je geen laput en leg je dat dan niet in? Wat straks op dat wel doen. Maar, ik vind die schaaltjes een beetje op de diepe kant voor dan een lap in te doen. Je moet ook heel stelselmatig te werk gaan voor hem te laten zitten, en toen scheur je hem daar. Daarom werk ik persoonlijk, ik zeg wel, ik persoonlijk, liever met stukjes, oftewel, leg ik van eerst een groot stuk in, een groot dik stuk, dat ik er wel in krijg. En toen ga ik een beetje gaan uitduwen, kun je ook doen. Beetje vinder. Laten we zeggen, voor dat malletje is 14 cm diameter, dat ik zo tussen de 9 cm en 1 cm ga zorgen dat mijn klei dik is. Heel perfect ga je dat niet krijgen, mensen. Het is handopbouw, het is geen draaiwerk. Mensen die goed kunnen draaien, kunnen echt perfect... perfect tot op de millimeter regel. Chapeau voor anderen. Maar ik kan dat niet. Maar ik werk op een andere manier dan. Goed. Dus, je wrijft dat squinnen uit. Moet je dat een dikke lap bijgeleiden. Soms, nou, ook als we een lap laten van een 2 cm dikke. Toen kan ik hem eigenlijk wel heel uitduwen eigenlijk. Maar, je moet dat niet forceren, mensen. Probeer dat eerst met een kleiner lapje. En... zelfs om morgen ga je dat wel hebben, dat je een beetje aanvoelt voor jezelf. Ah ja, op mijn lapje zo dikke leggen, toen ik genoeg klei voor eigenlijk rond te duwen en heel mijn malletje. Dus je ziet, iedere keer een stukje opleggen en doorduwen. Niet ernaast, zo weinig mogelijk ernaast. Ik ga tot een beetje achter het filmpje iedereen zijn vragen beantwoorden. Maar ook dat hier... doe tussenin is het chaos in mijn hoofd en krijg ik hier kortsluitingen. En toen gaat het dan niet meer. Je wilt dat niet mee maken. Dus achter het filmpje ga ik dan al de vragen beantwoorden. Dat ik hier zie passeren. Ik ga juist een keer die heen heb Mieke. Mieke vraagt, is die klei droger dan anders? Goeie endmerkingen, Mieke. Inderdaad. Dat is nu draaiklei dat ik gebruik. Omdat ik straks daar ook nog wel een krasjes in doe. Like hierin. Je gaat dat misschien wel zien. Er is door de textuur in. Er zijn nog krasjes in. Zo gezegd. Die steel van die bloem. Voor dat tijden. Hoe je wel krassen erin. Is het heel moeilijk hoe je met chamotte zit. Chamotte. Is een korrel dat ze in je klei deuren draaien voor stevigheid. Maar hoe je dat dan in krast, heeft dat wel een lelijk effect. Maar hoe je zegt, ik ga dat niet in krassen, kun je hier rust klei gebruiken zonder chamotte. Maar de vraag was, is die klei een beetje droger? Ja, inderdaad, de klei is een beetje droger. Want, ik heb ze een klein beetje laten uitleggen, laten we zeggen een uurtje. Ik heb stukken gedaan, vast uit de pak. En een beetje laten uitleggen, omdat ik dat voor schaaltjes te mooi aangenomen vind voor mee te werken. Like bijvoorbeeld voor de bloemen, voor de pioenroos en al, zou ik dat niet doen. Toen gebruik ik hele zachte klei, maar moet ook dan een klein beetje zoeken van wat wil ik hier doen. En ik ga het er best marcheren voor mij. Dus voor die schaaltjes te maken, ik wil het gerust een keer doen, misschien ga je het zien aan hoe dat ik erop duw. Hoe droog dat die wel is, maar je plakt niet meer. Zie het verschil? Samen wordt er wat. Zie het verschil? Wat uit de pak is heel nat en plakkerig. Is ook goed voor verschillende doeleinden. Mensen, hoe je wel plooien of zo, nutsnien en plooien tegen elkaar, moet dat wel heel nat zijn. Maar daarvoor vind ik het inderdaad handiger
Ot die niet meer plakt en ot die zo'n nertje niet geleden heeft. Dus wat, hé? Maar, like dat ik zeg, dat is mijn mening. Oké, okay, kijk. Men heeft wel over de boord gewerkt. Hé, verleden week hebben we niet over de boord gewerkt met het hapje. Hé, weet je wel? Maar nu wel, hé? Maar, ik ga nu eerst heel schoon even maken. Hé, dat heb je nog niet gezien, hé, dat ik dat doe. Hé, dus ik zit hier weer met mijn spelletje hier. Hé, ik dat uitgeleid verleden week. Hé, dus... Ik heb allerlei oude klantenkaarten, dat ik allerlei curves snie. Dus ik heb heel veel maan, heel veel maan, grootte, ik heb hier van 40 centimeter zelfs, diameter. Dus voor ieder malle ga ik een kaartje gaan snien, die eigenlijk perfect in die curve past, van mijn malletje. Waardoor dat ik heel schoonen kan, doorheen gaan werken. Verstoot? Heel schoonen, ik zet ik heel snel in mijn curve. Materiaal dat je koopt, kan je niet zo personaliseren, die mensen. Dus ik snij dat deze vorm, dat gebruik ik hier zeker al 10 jaar. Dus intussen is dat al heel gesleten eigenlijk, in mijn vorm van mijn malletje. Dus zie je dat ik even maak? Ik ga het nog een keer van dicht te doen. Dus, ben ik weg? Zien we nog mensen? Oh, oké. Okay. Ja, soms lie het ook aan de mensen. Dus oké, okay, hoe dat ik er nou ben. Dat is stelselmatig. Preview. Eerst glad maken. Tot hij voelt dat er geen bultjes meer reizen. Klei. Ziet, hij zit nog ook zo met streepjes. Maar je stuk is al glad. Zie je dat al? Het is al glad. Het is nog niet effen. Voor effen heb ik iets anders. Dat doe ik wel kopen. Ik ga het eerst een keer een beetje afkussen. Voor glad heb ik wel zo'n rubberne lomertjes. Zachtjes. Heb ook andere rubbertjes. Zo. Dat gebruikt een verandering. Dat is iets harder. Niet voor dat doel. Ga Irene, hoe maak je in de juiste curve? Ik snijden en ik proberen. Zet ik nog, voel ik dat mijn noek nog niet goed is, toen ga ik iets gaan bisnien, totdat ik voel dat ik echt in de curve van mijn mallen zit. En stelselmatig door te gebruiken, gaat die in je curve slitten eigenlijk. Zeker als je met je chamotte gebruikt in je klei. Maar anders ook, anders ook. Dus ik heb hier mijn rubbertje. Heel zacht is dat. En nu gaan we squinnen. Gewoon glad wrijven. Zie je dat de squinnen glad hij hem krijgt? Soms in mensen. Kan ik het doen wat dat soms mensen zijn. Als zo. Ze beginnen en zonden er dingetje veel te recht. Ziet? En toen zitten ze er een keer met joeken erin. Dat komt omdat je te recht start. Ziet? Ik ga het nog een keer doen. Dus, het begint plat en het doet het zo. Het begint plat en het doet het zo. Zie je? Zie je gewoon de weg. Oei, ik zet hier nog mijn noen af. Nee, ga je nog even met een ander koortje erin. Zo. En ze weer weg. Tot dat squin af is. Zie je? Ik ga nog even gerecht werken. Oké. Vele mensen vragen... Met een boord. Hoe weet ik nu dat dat overal even dik is? Dat gaat niet overal even dik zijn, mensen. Het is hand op bol. Maar je kunt het wel benaderen. Dus, met mijn koortje, niet met een mesje, ga ik dat hier gewoon afsnijden. Gewoon afsnijden, zie je? Zo. Nu je met een mesje werkt naar je malle mensen, als er kalk in je klei geraakt, kan het zijn dat je stukje, dat je schaaltje gaat springen en nou. Zo.
Je ziet, mijn rand is redelijk zaasty. Eigenlijk ga ik door niet meer aankomen. Ik ben er eigenlijk content van. Zo. Dan laat je nu staan. Je laat dan nu staan. Binnen een uurtje ga je dat ook uitklooien. Niet forceren, maar dat we met schopje de verleden keer gedaan hebben. Dat we hem gaan kanten niet doen. Je laat hem gewoon in je curve en je mallen drogen. Een nurtje. Een nurtje, twee uurtjes, afhankelijk van hoe warm dat is. Maar, ik heb al voorbereid voor je, zodat ik de volgende stappen zo kan doen. Dus, dat denk ik. Ziet, dat is archie lelijk op de buitenkant. Veel pustjes en dingetjes. Dus we gaan dat nu gewoon gaan afmaken. O ja, ja, lap. Niet zo wat is. Ja. Oké, goed. Mijn spuitje. Simon, vrijzen, hé. Oké, goed. Mijn katten passeert hier juist. Daar ze haalt mijn telefoon in de grond. Als dat een beetje op de droge kant is, lijkt van mij nu. Het is hier redelijk warm in mijn atelier. Toen ga ik dat eerst een klein beetje gaan nat maken, voordat ik dat ga gaan afmaken. Je ziet, door de roker heb te wrijven, zijn al, net van mijn pustjes zijn al weg, hé. Nu ga ik weer met dat. Ja, ze gaan afmaken. Zet je met diepe kraakjes, tegen dat je hebt je lomertje net, ga je in je kraakjes gaan leggen. Zie? En ze weer weg. Dus dat heb je gemak. Hé? Dat is heel meditatief. Die bewegingen hier zijn. Ik zou afmaken tot mijn lijn. Maar ja, moet wel even stoppen. Hé? Dus heel zijn, vrufje. Heel zijn. Gewoon even tot hij eigenlijk ook weer een glad resultaat heeft. Hier zet ik mijn diep kraakje. Ah, kijk, zie het? Ik ga dat een opvullen. Zo. Met een beetje klei dat ik afruiven van mijn dingetje. Zo. Dan kun je straks nog een keer mijn sponsje doen. Ik ga het dus even ook toe gaan. Hoe je dus gewoon een bodemtje dan maakt. Hé? Hé? Ik zie dat heren, hoe dat op het hatje staat, maar ik heb heel veel mensen die heren en dat er een popje aan is. Hé? Dus gewoon even wrijven. Hoe dat content van zit, moet je dat rustig nog een keer overgaan met je sponsor. Hé? Draaiklei kan ook zo heel veel water verdragen. Hé? Chamotteklei, dat is minder. Hé? Daarom werk ik ook daar zeker voor mijn eigen ding, her met trooiklei. Hé. Dat kan wel wat ervaren van dat of zo. Hé. Goed, dus mijn dag. Ik ben er content van. Hé, de buitenkant, binnenkant. We gaan nu eens een boer doen. Dus, snit er alsjeblieft niet aan met de mesmessen. Dus met je schuurkantje van je sponsje, ga je gaan wrijven. En moet echt deuren wrijven, hè. En er zonder normaal moeite zo van die kleine prutjes van komen, zie je? Maar dat is normaal, hé? Maar zo als je er echt al gaan hebt werken, daarom werk ik ook her met die draaiklei, hé? Voor die schaaltjes, want dat kan wel wat verdragen, zo, hé? Dat is ook te zien wat hij wil maken, die mensen, hé? Zie je het? Ja, ik weet niet wie dat er gebeld heeft. Ik kan niet zien. Zo. We rust nog een keer op de binnenkant houden ook. Zie je? Hey, dat je echt een heel squish haltje hebt. Zie je? Hey. Buitenkant, binnenkant. Toen ga ik hey, dat die al was staat. Oké, maar nu ga ik toegaan hoe dat je een bodemtje maakt. En ik ga kijken naar mijn cirkeltjes. Keer weer mijn cirkeltjes. Hey. Voor de mensen die dat nog niet gezien hebben, dat is een doosje. Ik vind dat super handig. Dat komt van NaVV. Hé. Ik heb dat ook zien staan bij een online shop van keramiekmateriaal. Dat kost dus 3 dubbele van de prijs. Soms moet je je ogen opentrekken, mensen. Van je materiaal, wat je het koopt. Er zijn heel veel alternatieve methodes en alternatieve wijzes voor materiaal te doen. Hé. Maar ja, natuurlijk, kun je dat zo kostelijk maken of dat je dat zelf wilt. Maar ik zit nog redelijk voor de alternatieve methode.
Lekker cool dat ik vrij van mijn dingetje. Ik smeet dat door in mijn slip. Chris, ja, doe maar. Blaas maar. Chris had een klein beetje de boel forceren in de molken. En met een haar droger een beetje drip zetten dat het eruit komt. Maar het kan laten drogen, laat het drogen. Uit passage. Oké, goed. Kijk, twee latjes. Voeten rond. Kan rollen, een bestel sterkt. Ja, correct. En de guy dan ook. Just Supra Bazaar. Is dat ook? Die in Supra Bazaar? En mijn slip is klei met heel veel water bij. Die dient als lijm. Dus alles dat ik verhoren van kleine prutjes, best dat ik bezig ben met boetseren, smit ik in mijn slip. Met chamotte of zonder chamotte, persoonlijk vind ik dat niet zo erg. Dus kan je nu een lapje uitgerold tussen die twee latjes, dat zijn latjes van 6 mm dikke. Waarom rol je dat tussen latjes? Omdat mijn lapje overal even dik zou zijn. Dat vind ik nu wel belangrijk, omdat je schaaltje toch heel schoon moet vlak staan. Oké, dus heel schoon rond. Tot hij voelt dat je stukje niet meer beweegt, dat wil zeggen dat het overal even dik is. Ja? Oké, kan ik passen met een cirkeltje op de buitenkant, dat vind ik iets te klein. Ja, voor mij mag dat passen. Dus wat ik nu, ik nummer dat ook allemaal. Dat is hier nu nummer 5 van mij. Dus ik ga dat een keer een klein beetje dichter leggen, dat je dat ziet. Dat ga ik hier een keer wachten. Zie je het nu? Dus je duwt je grootste uit. Ja, zeker, we hebben maar een deegrol, zeker. Maar ook ik vooral mijn cursist moet een deegrol komen. Dus doe ik bustelsterren. Dat kan twee en zo, maar een deegrol is perfect. Dus, mijn nummer 5 gepakt. Ik ga nu twee mootjes kleiner pakken. Dus dat is een 3. Ik ga dat als kleine gaan inzetten. Zo. Gerold. Of een vijfde keer. Totdat je ziet dat er eigenlijk deur zit. Zie je? Pak dat er zo vast. Ik ga dat niet al spuiteren of liquid. Nee, pak dat er zo vast. Toen het dat heel schoon in zijn vorm. Pak een schaaltje. Zo. En ik ga een krasjes gaan doen. Ook dat hier binnen te meesten. Normaal zou ik dat hier moeten doen. Eerst. Krasjes gaan doen. Met mijn spelken hier. Of met, ik ga het een beetje voor mijn zwarte t-shirt doen. Zo. En oftewel met de mesje. Dat is ook goed. Dat is ook wel. Toen zet ik eerst mijn grootste. Dat ik gestakt heb. Of. Dat ik weet tot hoever dat mijn krasjes moet komen. Dus ik wil zo. Curve gaan. Zo. Dan pak je weer je dingetje. Zo. Voilà. Het is een keer iets anders vanavond. Het is een keer gebruiksgoed. Zijn ze dat tegen? Beetje slip aan doen. Toen zet je dat als kwin heb. Met spelletjes en al. En toen ga je dat voorzichtig naar beneden gaan doen. Zie je? Toen een heel schoon net voetje. Verstoot? Die niet vergaan is. Heel proper. Heel strak. We nog een keer met een beetje slip. Draaien gewoon. Zo. Dat heel schoon vaststaat. Kijk, duwen je nou. Je slip mag er zo een beetje nut komen. Als je erop duwt, dat je er een beetje ziet uitkomen. Zo. Verstoot? Oké. Toen nog een keer mijn sponsje. Mooi afwerken. Dat netjes is. Lekker voor beeld en figuratief werk zit nog redelijk go with the flow. Maar like voor dat en voor mijn 90, mijn bolletjes, zit ik wel redelijk zinnelijk nog. Oh, dat een beetje juist is. Voilà. Zie je? Het is een heel squish houtje. Heel netjes. Goed. Ik ga wel met de decoratie dat ik heb plaats te doen. Maar ik ga nog een aantal andere methodes toegaan. Voor schaaltjes te maken. Hoe je bijvoorbeeld hen. Geen malletje net. Perfect te doen, hè. Dus, wat heb ik al mollen? Ik ga dat hier even een keer oprum. Dat ik een beetje plek heb. Goed. Dus, ook ik naar de kringloop ga. Wat moet je niet filmen gaan van mijn vent, hè. Gelukkig, nu kan het niet. Maar toen ga ik ook nog een keer achter schoon. Schoon, dat ik mooi vind van vorm. Dat ik zeg, oh ja, wauw, toffe vorm. Dat kan ik wel wat mee doen. Voor mij is dat belangrijk, toen, voor mijn letters in te schrijven, hè. Dat ik, voor mij is dat belangrijk, een mooie vorm. Wat heb je nog allemaal? Dat bijvoorbeeld. Heb van alles.
Voor een appel en een ei kun je dat hele schone vormen in. Dus, ik ga nu een kleintje maken. Hier. Maar het is hetzelfde principe. Dus ik ga zo eentje maken. Dat komt uit mijn kassen. Ik vind dat nog tof zo, die vierkante vorm. Hier. Wat ga ik nu gaan doen? Zijn jullie het wat aan het zoeken? Ik zie het niet staan. Hier. Ik heb dat per tank 40 gezet. Ah, daar. Ja, ik weet niet meer. Oké, goed. Je kunt daar, als je wilt, een plastic skillet leggen. Een folietje. Hé. Zodanig, want als je dan met zuivere klei gaat gaan werken, dan gaat dat dan vast te zoeken. Je gaat dat niet meer kunnen doen, dat bestaat niet. Oftewel ga je dat moeten brengen. Dus, wat doen we nu? Oftewel leg je daar een folietje in, cellofaan. Oftewel, wat cellofaan moet je heel veel proper maken achterna, want je doet dan die krokjes van je plastic erin. Oftewel pak je een beetje van dat. Je hebt dat voorzien staan in je kot, voor je velo te smeren om te worden. En spijt er erin. Je pakt een kleenexje. Dan ga je heel schoon je vormtje daarmee gaan invullen. Intussen is het ook heel gekust. Hé. Dat ruikt zo goed, die vent. Ha. Jongens, toch. Oké, kijk. Zie je het? Ik ga niet veel naar boutiques verlen. Hé. Ik ga ook naar de kringloop. Oké. Dus, ja, alleen olie. Maar dat mag gelijk wel een olie zijn. Hè. Ik gebruik het dan omdat ik dat gemakkelijk vind om te spuiten. Maar zei ik ook van die dure olijfolie gebruiken, dan is dat voor mij ook goed. Hè. Hilde zegt hier, maar vaseline het kruidvat. Ideaal, ja. Ideaal. Hé? Kijk, ik ga het nog een keer doen. Ik kan dat hierin doen, samen met zijn mensen. Doe dat met de rachide olie, doe dat maar gelijk wel. Maar ik gebruik dat nu heen. Omdat er een spuitje hebt zit. Hé? Nee? Oké. Dus we gaan een lapje rond. Kan ik een klein beetje mijn planken verschuiven? Want ik zie dat hier niet zo in de min zit voor jullie. Hé? Oh, het is hier weer een boel, hè. Oké. Goed. Kan ik het doen hoe je nu een schoon lapje uitrolt, die mensen. En zeker voor schouders, hé. Ik heb een lapje uitgerold voor bloemen, hé. Nee? Wat voor bloemen verzeker, hé? Ja. Dus. Voor schaaltjes is het super belangrijk, nu niet voor zo'n kleintje, maar zeker voor de grote, dat je stelselmatig rolt. Verstaat? Arlette, de latjes zijn 6 mm, maar natuurlijk, hoe groter dat je schaal is, hoe daar dat je latjes moet pakken. Verstaat? Oké, maar ik ga eerst doen voor te rond. Dus, je pakt een dikke lap, eerst goed kneden, en toen ga je gaan rond. Ik ga omhoog, ik ga naar beneden, en draaien. Stelselmatig en boom. Niet forceren. Hé? Dat heeft er geen deur van. Dat heeft dan niet gern. Hé? Dus gerold. Rol nog een keer. Oei. Ik kan niet te geweldig rollen. Anders voel mijn telefoon hier om. Zie je het? Heel van en boom. Veel drawing. Hé? Dat je spanningen op je klei overal zet. Oei. Wat je wel de eerste keer zo dun hoe je rolt, is een blauwe. Kijk hier een blauwe. Ik weet niet hoe het goed gaat zien, maar ik ga het ook van dicht toe. Wacht, hè? Van toe hier ziet een beetje hier. Een blauwe. Niet goed. Hè? Dat is licht in je klei, ook een keer door pret. Zie je? Ik ga nu nog een klein beetje, omdat we met een klein schooltje werken, met de losse hand gaan bieren. Hè? Omdat ik het anders een beetje te zwaar ga vinden. Dus. Toen moet je echt wel goed geconcentreerd zijn, hé, dat je niet te veel duwt op één plekje. Ik hoop dat het erin kan. Plak ik. We gaan proberen. Ik heb misschien wel een klein beetje te weinig klei gepakt. Ik ga nog een klein beetje extra uitrollen. Oké, goed. Daar gaan we. Je pakt je schaaltje en je legt je lapje. De schoenen heb. Zo. Ja. Wacht, hè. Mijn spanske. Hier. Dus wat wil je niet doen? Mijn vingers. Ferm gaan duwen. Ja, doet dat niet. Dus, heft je lapje heb. Kan het zo doen. Heft je lapje heb. En je duwt in mijn sponsje. En duw mijn sponsje. Stel ze moeten. Als je tip en laat je hem eigenlijk in zijn vorm zo. Oké. Tragen. Heb te mak. Niet forceren. Oké.
Een vierkante vorm is wel iets moeilijker of een ronde vorm. Hè? Omdat je met je hoekjes zet, want normaal gezien lukt het ook. Hè? Hè? Zie je? Je zit erbij. En niet dat je met die plooien zet, dat is normaal. Hè? Hoe je echt veel over hebt, meest en gevoeld, ik zit erbij aan, moet je gerust een beetje afsteken. Hè? Je gaat weer een gemalen zijn. Dus je snijdt een beetje af, zie je die lange lappen hier. Maar zorg wel dat je nog een beetje over hebt, om nog een beetje te laten zakken. Hè? Hier zet ik er al, hier gaat nog een rep even. Als je een plooi hebt, voorzichtig een keer uitduwen. Hey. Okay. Voelen dat ik er nu mee zit, hier op mijn bodem. Hey. Dat leer ik nu, hey. Maar ik ga het spits doen, zodat je het kan schoonen maken. Hey. Dus schoonen met je spanske, ga ik het helemaal in je vorm. Hey. Zo. Hey. Nu ga ik langs mijn bord, nu wel met een mesje, je zit op een plastic vorm, dat geeft niet. Ga ik met een mesje, ik ga dat even wegleggen. Hé. En ze weg. Nog niet kijken hoe je plooien of kraat net, dat is niet weer je bord. Hé. Voilà. Zo. Zo. Het ziet er beter uit, hé. Maas. Hé, het ziet er beter uit. Nu. Ga ik het doen. Dus hier en daar zo van die dingetjes. Zichtjes ga je dan met een duim. Van uitduwen. Zie je? Heel schoon, kun je dat normaal zien, heel schoon even erin. Als je er een klein beetje te dan besteedt, lukt dat perfect. Ik maak op zulke manieren maak ik echt hele grote schoon. Als je weer een beetje over hebt van deuren te duwen, doe je weer met je mesje. Maak je mijn sponsje naast je rand. Hé, dat dat netjes is. Ja, nat sponsje. Sorry wij, ja. Hé, oei, hier zit het nog mijn dingetje. Voilà. En dat is je schoudje. Laat het drogen. Morgen komt dat door het kantoor. Kijk. Zie je? Heel tof schoudje. Voor een hapje in te doen. Hé. Met een eenvoudige vorm dat ik gespaard heb in de lijzen. Dus hé, kun je er dus dan niet in maken. Hé. Dat je wel goed hebt, dat is een beetje kleiner zijn. Hé. Hé. Want je werkt al in je malletje. En je gaat nog met 10% crème zetten. Dus als je daar een klein beetje rekening moet mee doen. Hoe je... Ja? Hoe je schaaltjes maakt en peest. Dat gaat een beetje... Dat gaat nog een beetje crème. Oké, volgende stap. Ik ga nog wat doen. Oké. Pak dat je zegt. Ha. Kan je nu zo'n oudje gemaakt? Zo'n eentje. Maar. Kan je hem molken? Maar ik zou er toch wel nog een paar andere wel van maken. En kan je dat potje niet meer. Kan je ook dan een biscuit gebakken stuk. In plaats van een mal. Dat is oudje. Gebruiken. Je legt er een lapje in. Je werkt dat gewoon op. Je laat dat troe. Morgen komt dat eruit. Hé. Wanneer is dat super handig? Nu vind ik dat niet zo handig. Zo kleine schaaltjes. Maar het kan, pas op. Het grote schaal. Vind ik dat heel handig. Maar je kunt ze een beetje doen. Heb het wat anders. Je gaat beter verstaan. Maar ik wil nog wat doen. Hoe je naar de aval gaat. Of gelijk wat. Dat ze zo'n feestmateriaal doen. Kijk voor kartonnen dingetjes. Kan echt super mooie vormen in. Echt niet te doen. Let in deze vind ik echt vrij tof. Als je dat zo maakt voor een ontbijt, zet of een schaaltje. En toen je een deeg gemaakt hebt, gebakt hem. En in je vorm maak je een kleiner schaaltje. Top. Oké. Dus hetzelfde principe. Of vandaag. De lap erin leggen. Maar niet insmotten met olie. Want je papier gaat van zelf loslaten. Morgen komt dat toch gewoon simpelweg uit. Maak toch niet te veel spel. Je hebt toch niet te veel gehaald aan het mensen. Zoek naar eenvoudige, creatieve oplossing. Ja? Ik ben bezig, ik weet. Oké, maar ik wil nog iets doen. Dat je ook kunt doen. Wat heb ik hier nu gedaan? Ik heb hier nu een omgekeerde mal gemaakt. Dus ik heb een skoken dat ik schoenen voel. Maar dat ik nog wel de gebruiken. Dat ik nog wel de gebruiken heb in mijn keuken. Ik vul gewoon met plaster. Ik uithoud
Wel, eerst zwarte zeep in doen, dat er spinnet kan. En dan ga ik nu een lap gaan overleggen. Kijk, zet nou dat bloempotje uit mijn draaiskiveke. Maar ik ga nu eerst een lapje nu trouwen, dat ik dat kan tonen. Wacht. Ja. Daarvoor moet je wel een redelijke lap rond bij mensen. Maar ga het spits verstaan wat ik wil zeggen. Tini. God, nee, pijs niet dat er klei bestaat dat je kunt gebruiken voor service te maken die niet moet gebakken worden. Naar hygiëne toe vinden ze toch altijd dat je moet toch naar de 1200 graden gaan voor. Ik weet eigenlijk niet waarom dat is, hè, maar dat heeft te maken met hygiëne nog. Dat niet meer absorbeert. Het mag niet absorberen alles. Dus kan u, is dat een voldoende antwoord op je vragen? Wat hij wel kan doen, is hij zelf hardende klei werken. Ook in een schaaltje, bijvoorbeeld. Maar toen is het niet voor voeding. Je kunt er ook super mooie dingen mee doen. Je moet kijken naar Pinterest en je moet kijken naar papier-mâché. Bowl, B-O-W-L geschreven. En je gaat er echt super vele toepassingen vinden. Ook heel mooi zelden. Niet zo mooi kinderlijk. Of niet. Zijn de mensen die echt er onder werk van maken. Voor met papier-mâché schoon te maken. Kan super mooi zijn. Echt wel. Maar niet voor voeding. Nee, niet voor voeding. Maar wel voor decoratieve doeleinden. Dat wel. Dus ik heb mijn lapje erop. Vind hem ook een beetje te dikken. Ik werk zo heren, op die manier dat ik zelf eens gaan doen, voor mijn grote schoon. Omdat meer controle over de droogtijd. Ook ze maken in een diepe schaal, ook ze in mijn schalen leggen. Ik heel veel kraakjes soms op de buitenkant. Je hebt dat wel gezien van dat, dat plooit hem een beetje. En moet je soms wel stief skipperen doen in mijn tits. Wanneer dat ik dat even maak. Soms is dat nog te droog, verstoord. En die methode dat ik nu ga doen, vind ik wel heel handig. Omdat je een hele schone lap kan rollen, je moet dat niet versluiten en zetten. Waardoor dat die moet plooien, verstoord. Kijk, Greet de Muzere, dat is een collega van mij die ook workshops heeft. Hij reageert op de vraag van Tini. Waarom dat? Ja, inderdaad. Dat je klei moet toegecenterd zijn voor voeding. Dat is juist tegen. Ja, voor voeding moet zeker ook... Wat, speciaal glazuur moet geen speciaal glazuur zijn, Mieke. Maar het mag niet heftig zijn. Maar zeker geen lood inzetten. Maar je glazuurkop naast. Ook dan kijken naar de beschrijving. Alsjeblieft. Lekker een rode glazuur, dan gaat er nog gouden lood zitten. Zonder lood, absoluut. Maar goed kijken wat je kopt, die mensen. Van glazuren voor voedingen, echt wel, echt mee opletten. Het is niet allemaal oké. En zeker nu, de normen zijn wel strenger geworden de laatste jaren. Ik ga nu een keer weer uitleggen wat ik kan doen. Dus ben nu met dat, heel schone, mijn lapje, aan het effen maken. Waarom doe ik dat? Dat is ook goed voor je stuk. Dat je zelf eens gaat doen, het ook dan een betere cohesie van je stuk. Zodat ik je ga samenpressen. Met een lomertje. Ik ga stoppen. Oké. Ik ga dat nu tonen. Hoe je dat moet doen. Als ja. Op hout. Ik werk altijd op hout. Vezelplaat. Ik werk vrij aan een vezelplaat. Dus. Je zet je molletje. En je legt dat. In een lap over. Kijken. Ja. Ja. Oké. En we zijn weg. Dus. Ja, zo. Ga je schoenen. Gaan duwen. Je moet het weer opbouwen bij mensen. Je kunt het ook niet forceren. Die lap ga ik hier afsnijden. Dat gaat veel te lang zijn. Waardoor dat je een beetje miserie hebt. Verstaat? Ga niet te veel afsnijden, mensen. Toen zit je in de panario. Ik heb er ook ingekomen. Echt wel. Oké, goed. En we zijn weer weg. Dat stelselmatig duw je rond je malletje. Laat je hem voorzichtig zakken. Totdat hij goed staat. Van de zonder plooien schoenen over te vallen. Dat er plooien zitten aan de onderkant, dat is niet. Maar lijkt die plooien.
Ziet. Ook hier ook een beetje op zien. Als ik erbij aan zit, haak ik dat een keer over met mijn lomertje. Ga ik dat schoon naar beneden houden. Ja. Zeg je nu, ik wil een nieuw schooltje en ik wil een leer schooltje en ik wil nog een leer schooltje. Kun je dat allemaal doen hè? Op die vorm? Hè? Dat is een prachtige schoon. Schoon naar beneden, nog een keer de grote stukken afsnijden. Ik heb gewoon wat hij zet. Zie je? Zeg, ik vind dat je te schoon met die kraakjes. Je kunt dat perfect zo laten, hè? Op die manier. Hé, nog even wrijven. Hoe je nu zegt, ik wil een lager schaaltje, maar wel met die curve. Hé? Ik dacht ook toch straks, als dat een beetje opgesteven is, ga ik hem toch een omdraaien, maar nu kan het nog niet. Hé, maar kijk, zie je? Hé, en ga ik toch schoon langs mijn kalk hier met een boord gaan afsnijden. Hé? Oké? Maar, als je zegt, ik wil bijvoorbeeld zo'n schaaltje, maar ik wil nog een platter. Dan doe je het dan. Goed je mesje. Zeg je dat je niet te veel op je kalk zet, maar dat trek hoor niet dat je op je kalk zet. Hè? Voilà, zo. Zo. En dan zo kan je iedere keer... Stages van schaalmaat, dieper, lager, lager. He? Zie je? Ik ga hem nu niet afpakken, he? Omdat hij nu even moet drogen. He? Maar dat is het. Oké? Okay? Goed. Maar dan pezen, hè? Ja, pezen zou ik nu bannen om mijn decoratie te doen met mijn onderglazuur. He? Deze dat ik een beetje getoogd heb, dat ik ook wel de toon ga, voor schooltjes te maken. Ik ga nog geen wat zeggen, hé. Ik ga nog geen wat zeggen dat ik het doe. Wacht, hé. Ik werk ook heel heren mensen met paper templates, hé. Dus, hoe werk je dan? Klik, klik. Bijvoorbeeld vandaag heb ik dat gemaakt, hé? Met texturen. Hé? Ik had dat misschien ook beter kunnen doen met texturen. Hé? Allemaal met paper templates. Hé? Met papieren ja, ding dat ik snij en dat ik toppen ga gemonteerd. Maar like dat, rol een lap uit, snit dat uit en je probeert dat toep. En je hebt ook, dat is nu wel een beetje heel konisch, maar je hebt ook een schaaltje. Hoe je hem breder maakt, hé? Breder maakt en je probeert het toppen. Je hebt een schaaltje, je zet er een bodeltje in met een duwring. En je hebt ook een schaal, weer een heel andere vorm. Of die diepe schaaltjes dat je hebt. Hé? Ja? Goed? Ik wil nou even over die structuur. Hé? Ik heb hier iets fantastisch gekocht. Ook in NaVV. Hé? Dat is voor taarten te decoreren. Maar ik vind dat dus zot van. Hé? Hé? Dus zoek ook mensen en andere zaken dat je kunt kopen voor textuur. Hé? Dat kan super tof zijn. Hé? Kijk, bijvoorbeeld hier. Hey. Hey, zie je? Textuur in je klei. Hey. Kan prachtig zijn. Ook hier, wat zijn dan ding dat kopen? Hey. Dat is van Michael ook. Hey. Textuurmatjes. Hey. Ik kan echt heel veel doen. Hey. Van textuur. Kan een super mooi effect geven. Ook eens halen. Hey. Like hier, als je lapje uitgerold hebt, rolt dat erin. Laat dat er zo zitten.
Het gaat fantastisch zijn. Hè? Oké. Maar ik wilde het nog doen. Ja, hier. Voor de schelden. Hè? Goed. Schelderen. Dus. Voor de mensen die gekeken hebben met de madame. En je ziet dat ik verven gebruikt heb. Dat je kostte een rode klei gebruiken. Hier, die Michael Stroke en Coat. Ik vind dat echt topmateriaal. Kijk, ik ga hier reclame maken, maar het is gewoon zo. Hé? Het is niet, ik heb er nu niks aan zelf, maar ik vind dat gewoon top. Het is niet zo goedkoop, maar dat wel samen. Maar ik kan ongelooflijk veel doen. En like bijvoorbeeld met kindjes en ons, dat trip. Loodvrij, niet toxisch, food safe. Hé? Ik heb wat met kinders waren, hou echt super. Hè? Ze kunt ook direct schelden, want kindjes kelden, dat is geen drek onder materiaal. Ze zijn niet gewoon gehoesten voor te wachten totdat die eerst gebaan is. En als het dan ook moet schelden, ze werken het liever van eerst keer af. En wat daarvoor is dat handig. Ze maken dat ze schelden, dat is het een noem naar de baan. Oké, maar ik ga verder doen. Kijk, ik ga dat groen gebruiken. Dat groen. Oei, dat was juist hier. Ja, dat is juist. Dus. Groen. Rood, dat is zelfs de rood van de madammetjes. Niet te veel van je rood, het is maar decoratief. Oei, het is hier alweer veel. Zwart ik nu niet vandaag. Ik heb het wel vergeten. Maar ik ga het in een ander kleurtje toe aan die spettertjes. Oké. Dus, wat kun je doen? Je kunt dus weer een laag genoeg geven. Het is Michael, Nancy. Michael? Die madame van Creacor in Kortenmark is hoofdverdeler van België daarvan. En, oh ja, ze weet er echt superveel van. Ik weet nog veel minder van of ze. Oei, het aanwezigheid vrouw het dan weer. In Kortenmark, Creacor noemt dat. Die madame weet er echt superveel van. Maar er zijn nog veel, veel meer materiaal. Ook voor met effecten en al. Maar dat zie ik minder toe zijn. Maar ze weet er echt superveel van. Oké. Dus, van borstels. Je kunt ook duizenden euro's uitgeven aan borstels. Maar wat is het belangrijk om je glazuur? Dat zachte borstels zijn. Dus, we kan er zachter zijn of een blushborstel. Een blushborstel van Naxxion. Topmateriaal voor je glazuur te schelden. Kijk, ik zwer dat bij. Echt waar. Ik heb al dure borstels gekocht. Echt waar, die zo goed niet zijn of dat. Goed. Dus. Helden. Wat kun je nu weer doen? Je schaaltjes helemaal afwerken en in één keer stolen naar 200 graden. Een lange biscuitbak. Een lange biscuitbak weer. Die naar 200 gaat. Voel je dat niet goed bij? Ga je hem gaan schelden, bak je hem biscuit en je bakt hem nog een keer. Ik vind dat een beetje zinloos voor te doen. Hoe je er toch niet extra's mee doet. Maar voor dat te doen, moet zeker drie lagen geven, je basiskleur. En je moet een beetje wachten tussenin tot dat droog is. Droog wil zeggen dat je gaat beginnen matten. Ja? Ik ga nu maar één laag doen, omdat ik anders te lang moet wachten. Hoe kun je het een klein beetje forceren met een naarddroger? Maar de min is een beetje oververhit. Dat is juist het geval, dus ik kan dat niet doen. Maar, dus pak dat je zegt, ik kan dat nu drie lagen geven. Ik ga nu mijn decoratie er gaan brengen. Oké, zo pak je weer een busselke. Ik ga nu weer die bloem doen, maar, hoe je wel kun je streepjes doen. Hoe je wel kun je met een oorstokje stipjes doen. Is ook super leuk voor te doen, ook voor de kindjes. Heb ze een oorstokje en laat ze in kleurtjes doen en laat ze stipjes zetten. Is echt super leuk voor te doen. Best dat je laatste laag geleid hebt, ga ik dan mijn decoratie gaan inbrengen. Best dat mijn laatste laag eigenlijk nog nat is. Dus ik vind het mooi hoe je uit je center begint. Ik begin nooit in mijn center, je ziet dat, in mijn schaaltjes. Mijn hartje van mijn bloem zit niet in mijn centrum. Maar mensen, leef je uit. Dat is maar hier iets dat ik zeg, maar whatever. Leerhard Christa. Het is op lederharde klei. Dus, je start en je trekt. Je start en je trekt. Zie je het allemaal goed? Je start en je trekt.
En ga zoveel keer nog dat je wilt. Zie je? Niet pijzen. Doen. Hé? Kijk. Zie je? En wat ga jij? Al je donkere strepen die op de zijkant van je, bij je borstel gezeten zijn, ga je zien. En je andere kleur gaat er deuren komen. Hé? Dan doe ik het nog. Dat is echt ook je vrije keuze. Ga ik nog een steeltje aan het trekken. Beetje meeldraadjes. Ga ik er gewoon in krassen. Ik vind dat mooi. Vind je dat niet mooi? Doe dat niet, meisje. Goed. Tonnen. Kun je nog spatjes gaan doen. Hé? Ik kan dat ook doen. Dat is eigenlijk zelfs dat je gewoon een spat. Je kunt dat met een tandenborstel doen. Maar je kunt dat ook doen. Hé? Met bijvoorbeeld de achterkant van een bustel. Maar je klei moet het, je klei, je glazuur, ik lang dat er een klein beetje voor en af. Je bloemenmes moet maar één laag hebben. Één laag is meer dan voldoende. Anders gaat ze weer stief geconcentreerd zijn. Wat dat je ook kunt doen. Als je zegt, ik ga gewoon biscuitbaan aan en ik ga niet van eerst naar 1200. Geef je maar één laagje van je groen. Zet je één laagje van je bloem op en ga je tonnen transparant gaan overzetten. En toen ga je met 1200 gaan baan. Versta je? Dan ga je het uitsparen. En je dinges, en je glazuur, maar ja, het is ook zaas dat je dat doet, like dat je het wel. Maar ik baal vele van eerst keer naar 200 gaan. En wel, die meeldraadjes, mensen, die meeldraadjes, deze zijn nu gedaan, achterna, dus die ik nu wel biscuit baal, en toen ingewassen met zwart glazuur. Gewoon dat, geen extra glazuur heb gezet. En toen gebakken naar 1200. Oei, ik kan hier een keer aan mijn oor doen. Sorry, hè. Ja? Ik heb geen extra glazuur meer opgezet. Ik heb gewoon mijn zwart een beetje ingewassen. Met glazuur. Oké? Thiago, bedankt voor even ondertitelingen te doen, Oké, dus voor die spatjes pak je, heb je een tandenstoker of heb je dingen, ik weet nu niet hoe het lukt met mij. Ik kan het gewoon plat zijn, anders ga ik de mest in gaan. Dus je pakt dat een beetje op je borstel. Hier benoten. Wel zorgen dat er geen inlijke schone stijgen naar staan, dat er ook spatjes hebt gedaan. Bin daar, dan dat. Toen moet je je stuk weer er doen. Maak dat je ruimte voor dat te doen. Maak dat er ook niemand anders een stuk netjes staat. Dat die mensen niet lelijk kijkt naar jou. Dus. Kijk, en toen heb je dat. Zie je? Dat heeft een heel schoon effectje. Heb je denkt, normaal doe ik dat met zwart. Maar ik ken nu geen zwart meer. Ik heb dat nu wel vergeten. Dus ja. Kijk, ja. Dat is het. Oké. Zijn er nu nog vragen? Wat ik niet veel kan antwoorden tussenin. Dus als je nu nog vragen hebt erover. Stel ze maar. Ik ga ze voorlezen voor de mensen. En ik kan anders antwoorden. Nog een kwartje of zo, of nog 10 minuutjes. Bij Colport, zoeken we dat bij Colport en ik weet het dan niet. Voor mij is dat een beetje te ver. Je overheid van die verfmessen giet dat niet weg. Doet dat weer in je pulletje niet. De buitenzijde, Angela, ook met groen. Ik kon dat nu niet doen. Maar, of met paars. Gelijk wel. Of gewoon transparant. Like dat, is hier toch gewoon met een transparantje. En dat is helemaal geschilderd. Zie je? Ja? Dat kan zeker ook met botsglazuur. Maar ik weet niet dat je dat effect had in Katja. Maar toch je eerst moet een biscuitbaan. Ja? Annick, als je direct naar 1200 stoot, moet je zeker 3 lagen van dat geven, maar komt er geen extra glazuur meer op. Dus je doet een lange biscuitbak. Je gaat in 6 uur naar 600 gaan en dan stook je vanaf 600 gaan, stook je op in plaats van naar 950 of naar 1000, dat je normaal je biscuitbak doet. Toen ga je gewoon naar 1200.
Dat ringetje onderaan uitleggen. Nog een keer. Ja. Ik ga de schustige wegzetten hier. Heb je weer een bijgeleerd, Lu? Ah, merci. Ik ben ook zo'n blij om de meisjes een keer bijleren. Hé? Want het is maar eenvoudig ding dat ik doe. Ja. Beetje mijn eigen... Ja. Ik kan er niet meer veel meer van zeggen. Hé? Zie? Goed. Dus, wie vroeg er daar... voor het dingetje? Nog een keer. Dus, gerolde lapje uit. Je stekt je grootste vormtje uit. Je doet twee maatjes kleiner. Je stekt het rook uit. Je pakt je grootste weg. Met je ringetje eraan. Dat duw je uit. Met je ringetje eraan ga je het zo op je pot gaan monteren. Hè? Hè? Maar, het filmpje blijft nog een week op mijn pagina staan. Dus als je zin hebt, bekijk de rest weer een keer. Hè? Of flikwerk. Ja? Hey, en toen gaat het op mijn website. Hey, is het goed? Ja? Yeah? Oké. Okay. Geen vragen meer? Anders? Anders ga ik ze nog een keer kijken op de computer. En ga ik er wel via tippen reageren. Is het oké? Okay? Het was de laatste keer, mensen. Nu is de week ook het niet meer doen. Hey, omdat de winkels zijn weer open. Hey, en iedereen kan weer een beetje weg en buiten. Hey, ik heb het gedaan voor een klein beetje in de mental health. Appel toen. Hey, maar nu, gelukkig, begint hun leven weer een beetje. Hopelijk is alles oké okay met gender. Hey? Dus, salutjes. Hey? Doei. Oei, moet ik hier stoppen.